Lee Towers gaat samen met 300 Rotterdamse kinderen zingen bij het ontsteken van de kerstboom op het Stadhuisplein. De kinderen van de Fatima School zijn al flink aan het oefenen. Nou, eigenlijk ging het wel tof. Soms hoor je heel even iemand eruit zingen, maar dat komt er denk ik niet op te staan. En wat is er zo leuk aan Lee Towers? Nou, hij is heel bekend. Ook wel bekend als iemand met een gouden microfoon en blauwe bril. Dus dat is ook heel cool. Maar ik had eigenlijk verwacht dat hij jonger zou zijn. Want hij ziet er heel oud uit. Ja, want ik dacht eerst dat hij 23 was. Maar toen bleek het opeens dat hij ongeveer 50 is. Dus. De kaart van kerstverlichting. En we vinden het vooral heel erg leuk dat Lee ook erg enthousiast is over muziek en zingen bij kinderen. Want het is super belangrijk dat de kinderen blijven zingen en muziek blijven maken. Zeker in de klas. Kerst in Rotterdam is feest in huis. Ik vind het wel cool, want hij kan best wel goed zingen en dan ga je gewoon met hem op een podium zingen. Ja, hij is ook nog best wel oud, maar hij is alsnog een beroemde zanger. Dus. Sowieso optreden is al heel leuk natuurlijk voor de kinderen, dat ze ergens naartoe kunnen werken. Maar met Lee Towers, ja, dat maakt het natuurlijk wel extra speciaal. Ja, en hoe leeft dat in de klas? Nou, ze moesten wel even geholpen worden van wie is nou Lee Towers? Maar het liedje You Never Walk Alone, dat kennen ze natuurlijk wel. Dus toen was het wel van, oh die. Dus dat was wel heel leuk. En een beroemd iemand, dat vinden ze natuurlijk sowieso wel heel erg leuk.